Als je video's gaat maken en op YouTube zetten, zijn er eigenlijk twee zaken die heel erg belangrijk zijn en die bijdragen aan het succes van de video. Het eerste is dat het onderwerp goed aansluit bij jouw doelgroep. En het tweede is dat er ook echt daadwerkelijk wordt gezocht op het onderwerp waar jouw video over gaat. Nou, kan je natuurlijk heel veel tijd investeren en heel veel uitzoekwerk zelf doen. Maar er is ook een hele handige tool die je heel veel tijd bespaart en die je precies kan aangeven welke onderwerpen, welke zoektermen gaan het heel goed doen op YouTube. Die tool heet TubeBuddy. Dat is eigenlijk een tool die elke ondernemer, elke YouTuber zou moeten gebruiken. En in deze video ga ik je precies uitleggen hoe dit werkt. En ik ga je een aantal hele handige andere opties laten zien die ook in deze tool zitten. Kijk snel mee. Nou, de tool waar ik het dus vandaag over ga hebben is TubeBuddy. En TubeBuddy is echt zo'n tool waarvan ik vind dat elke content creator, elke YouTuber, elke ondernemer met video's op YouTube dit zou moeten installeren. Want er zit zoveel handige data in, het bespaart heel veel tijd en je kunt veel beter dingen gaan uittesten. Nou, als je het dus inderdaad wil uittesten, ik heb een link in de beschrijving gezet. Je kunt het gewoon gratis uittesten. Er is ook een betaalde variant en daar zitten echt hele waardevolle extra opties in. En in deze video ga ik je gewoon laten zien wat er allemaal in zit. Een aantal dingen is inderdaad gewoon beschikbaar in de gratis variant. Een aantal dingen zijn beschikbaar in de betaalde variant. Dus als je het wil gaan uittesten, kijk naar de link in de beschrijving. Nou, en hoe ziet dit er dan uit op YouTube? Je ziet dat er iets extra's is toegevoegd. Dit van TubeBuddy. Nou, hier heb je allerlei opties. Maar wat dus heel handig is, is de Keyword Explorer. En hier kun je zien welke onderwerpen op dit moment heel populair zijn. Nou, ze laten standaard zien hè, wat er allemaal leeft in de United States. Maar je kan ook gewoon kijken hè, naar Nederland. Welke soort zoektermen er allemaal worden uitgevoerd. En je kan ook hier dus echt op zoek gaan naar specifieke onderwerpen. Dus laten we zeggen, een tijdje geleden was AI en ChatGPT heel erg populair. Ik weet niet hoe populair het op dit moment nog is, maar laten we even samen kijken. En wat het doet is, het geeft een bepaalde score. Nou, op dit moment zegt hij van, nee, het is niet zo populair. Maar goed, het geeft je wel een bepaalde score en een bepaald inzicht van, hey, hoeveel wordt er op gezocht en hoeveel andere kanalen zijn er die hier ook over praten. Maar wat ook heel handig is, is dat je kan kijken welke andere zoekopdrachten worden er uitgevoerd. Dus hè, over ChatGPT 4 bijvoorbeeld, of hoe het wordt gebruikt, tutorials, plugins, ChatGPT 4.2, dus ik weet niet precies wat dat is. Je kan ook kijken wat er allemaal gebeurt op Google, hè? Ook op dit onderwerp. ChatGPT download bijvoorbeeld, of ChatGPT Nederlands. Video onderwerpen die interessant zouden kunnen zijn. Dus hier kun je echt al heel veel inspiratie op doen. En de veel gebruikte tags. Tags is een speciaal veld als je een video uploadt. Dit was ooit heel erg belangrijk, maar tegenwoordig is het helemaal niet meer zo belangrijk. Maar goed, het zit nog wel in de TubeBuddy functionaliteit. Maar goed, ik kijk dus hier naar, hè, wat kan ik hiermee? En ga dan verder onderzoek doen. Dus laten we zeggen dat het deze is waar ik iets meer over wil bestuderen. Deze doet het ietsje beter zo te zien. En dan kan ik hier inderdaad verder gaan kijken van, hé, maar welke zou dan passen bij dit video die ik in gedachten heb. Nou, de andere optie die interessant is, is de mogelijkheid om vrij snel shorts te kunnen creëren van de stukken uit je langere video die het blijkbaar goed doen. Daarvoor moet je naar YouTube Studio gaan. Dan moet je op een van jouw video's klikken. En dan zul je deze optie ertussen zien staan. Suggested Shorts. En dan gaat hij dus inderdaad kijken van, hé, welke stukken uit jouw video's doen het goed? En ja, hoe goed werd het bekeken? Nou, dit is een heel klein stukje uit de video. Die doet het blijkbaar heel erg populair. Die is heel populair. Maar daarnaast ook kijkt hij naar andere video's van mij. En dat scheelt natuurlijk heel veel tijd, want als jij weet welk stukje relevant is inderdaad voor een short, dan kun je daarop inspelen. En dan kun je daar gebruik van maken natuurlijk. Dat is
scheelt heel veel uitzoekwerk zelf. Want hè, op basis van cijfers, zeg maar, dit is echt gemeten, kun je zien hoe lang mensen blijven hangen. Dus dit is ook een super handige optie die in TubeBuddy zit. By the way, als je wat hebt aan deze video, zorg ervoor dat je deze video liked en je abonneert. Want daarmee vergroot je het bereik van deze video en kunnen nog meer mensen gebruik maken van al de waarde die zit in deze video's. En de andere superhandige optie, en dit zit wel in de betaalde, een van de betaalde plannen, is dat je kan AB-testing doen. Dat betekent dat je eigenlijk het systeem twee dingen laat uittesten. Dus in dit geval, hè, op YouTube zijn de thumbnails heel erg belangrijk. Dus dat is het plaatje wat je ziet voordat je een video aanklikt. We zijn heel erg visueel ingesteld en op basis daarvan onbewust vaak beslissen van hey, we willen deze video zien of juist niet. En je kunt dus met TubeBuddy gaan testen van hey, welke thumbnail doet het nou beter? Je zou het zelfs nog verder kunnen testen door ook de titel aan te passen en de beschrijving. Om te kijken van hey, als ik de titel aanpas en de beschrijving en de thumbnail, welke doet het dan beter? Dus dat werkt eigenlijk vrij makkelijk. Je logt in op TubeBuddy en dan create je dus een AB-test. En dan kun je dus de originele thumbnail plus titel en beschrijving kun je selecteren. Dus de video waar je dat op wil uittesten. En daarnaast kun je een andere thumbnail en titel en beschrijving toevoegen. Om vervolgens daar TubeBuddy het een en ander te gaan testen. En wat gebeurt er? Je kunt uittesten voor een x-periode. Hè? Laten we zeggen 14 dagen. Zo staat die standaard ingesteld. En de ene dag laat hij het een zien. En de andere dag wordt het andere getoond. En na de 14 dagen krijg je dan een klein rapportje met een score. En aan de hand daarvan wordt een advies gegeven van welke van deze twee zou het beter doen. En waar zou je voor moeten kiezen. Nou, dus dat is ook echt mega, mega waardevol. Wat ik als bonus tip nog mee wil geven, als je inderdaad een betaalde licentie wilt voor TubeBuddy, hou dan Black Friday in de gaten. Want dan hebben ze vaak een hele toffe korting waar je gebruik van kan maken, waardoor jij al die features kan gaan uittesten. Mega, mega waardevol. Nou, het laatste wat ik nog wil toevoegen aan dit verhaal is dat je met TubeBuddy ook een aantal gewoon voordelen hebt als je het betaalde plan kiest. Zo kun je dus gebruik maken van Audio Hero. En dat betekent dat je keuze hebt uit royalty free music. Als je betaalde plan hebt, krijg je gratis toegang hiertot. Je kunt ook een aantal andere opties kiezen. En dan is het vooral dat je een bepaalde korting krijgt. Nou, deze is dus ook gratis. Hetzelfde geldt voor bepaalde videotools om het editen makkelijker te maken. Of om bepaalde graphics goed en mooi te kunnen maken. Dat zit erbij. Services en training. Nou, er zitten een aantal opties in. En de mobile apps die je eventueel zou kunnen gebruiken. Dus dat zijn ook wel echt fijne extra's. Want zeker met muziek, komt altijd voor dat je een video maakt waar je ook wat muziek aan wilt toevoegen. Met video en graphics geldt ook vaak voor dat je het een en ander aan beeldmateriaal wil hebben. En zo zijn er nog meer extra's. Nou, als je overtuigd bent van de voordelen van TubeBuddy en ik kan het je oprecht aanraden. En je wilt dus een betaald account hebben. Een aantal tips die ik je kan meegeven. Sowieso, als je kiest voor een jaar abonnement, krijg je 20% korting. Super. En je hebt eigenlijk het verschil tussen Pro en Legend. En als je een klein kanaal hebt onder de 1000 abonnees, dan kun je met de kortingscode RISINGSTARBUDDY nog eens 50% korting krijgen. Dus hou dat in gedachten als je die stap gaat zetten. En wat ik al zei, Black Friday is echt een super interessant moment om nog eens te gaan kijken naar deze betaalde variant van TubeBuddy. Heel veel succes en laat me ook weten wat je van deze tool vindt. Tot de volgende video. Ciao, ciao!